Is goed? Goed. Ja? Is het met jou? Ja, goed man. Ja? Klagen. Mooi. Wil je het makkelijk vinden? Ja, uiteindelijk wel. Was dit meteen de eerste lift, toch? Ja, eerste lift. Ik drink alleen maar water. Dat hebben die boys ook gezien, dus... Ik wist het niet. Nee, maar je had het over egoïsme. En het is zeker niet egoïstisch. Alleen, zeg maar, toen was het nog een stukje taboe. Ja. En ik denk dat dat nu steeds minder is. Maar we hebben het ook al eerder gehad over... als ik ervoor zorg dat ik top ben... Weet je hebt gewoon je groepstrainingen. Ja. En dat moet gewoon knallen. Daaromheen, er wordt steeds meer met krachttraining gedaan en zo. Ja. Maar ik vind ook dat elk individu... heeft andere training nodig. Zeg maar het atleetse. Ik heb met andere sporters getraind, zoals ik al eerder aangaf. Maar de basis is hetzelfde. Alleen in de details gaat het verschil zitten. Mm-hmm. Een judoka moet veel grijpen. Nou, daar doe je oefeningen voor. Een tennisser doet voor die onderarmen. Mm-hmm. Ik noem maar wat. Weet je wel? En voor ons voetbalspecifiek hebben we ook genoeg oefeningen. Dus daar zit het verschil. Maar ja, ik werd er gewoon echt sterker van. Yeah. Fysiek. Maar ook mentaal. Mm-hmm. Ergens mentaal van, ik ga me niet laten afpoetsen door niemand, niet door geen andere sporter. Dat is een stukje, ook een stukje ego, denk ik. Hè? Maar, maar je wilt gewoon gas geven. En ook de tweede dag voor de wedstrijd, maar ook de dag na de wedstrijd. Ja. Weet je, en ja, ik was een keer een maand samen met Stefan, waren we allebei 1,5 kilo afgevallen. Ja. Of alle 1,5 kilo aangekomen en 1% vet eraf. Ja. Zeg maar, hoe kan dat? We moesten toen natuurlijk nog in het geheim trainen en zo. Ja, ja. Weet je wel? Maar er kwam geen muisje doorheen. Ja, ja. Weet je, we stonden daar echt. En dat gevoel, dat is natuurlijk heerlijk. Alleen, het knaagde ook aan me dat ik het er niet over kon hebben. En dan train ik notabene in Rotterdam. Ja. Ja, iedereen ziet je daar. Er komen genoeg mensen die daar regulier sporten. Ja, ja weet je, dat was ook een stukje spanning wat je elke keer voelde. Ja. Maar het heeft mij heel veel gebracht. En ik ben blij en het is alleen maar goed dat het tegenwoordig alleen maar steeds meer en meer in overleg gaat. Ja. En de programma's bij de clubs worden ook individualistischer. Mm. Maar ja, we zijn allemaal onze eigen machine. En we hebben net allemaal iets anders nodig. En dat kan de club nooit in aanbieden. Ja. Ja. In alle facetten. Dat geloof ik. Hey guys, ben je nieuwsgierig naar de rest van deze episode? Ga dan naar onze Spotify Building Bridges account. Vergeet niet te liken en te subscriben. Ik zie jullie.